Wist je dat jouw woonkamer het perfecte klimaat heeft voor een flow? En wist je dat vlooien wel tot 1 meter hoog kunnen springen? Volgens mij sta ik zo veilig. Wat is een flow nou eigenlijk? Nou, een flow is eigenlijk gewoon een heel klein bloedzuigende insect. Het komt ongeveer op 1 op 4 huisdieren in Nederland voor. Dus het is best wel een groot probleem hier in Nederland. Ja, dat begrijp ik dan inderdaad. En hoe komt je huisdier eigenlijk aan vlooien? Nou, dat kan heel makkelijk. Zoals wij hier nu lopen, kun je een vlooien eitje onder je schoen. En dan ga je die mee naar binnen brengen in je huis. En dan gaat hij in de vloerkleed of op de bank zitten. En binnen no time heb je een hele grote vlooi-infectie in huis. En wat zijn de gevolgen ervan als je huisdier een flow heeft? Nou, de eerste wat je ziet is dat ze vaak heel veel last hebben van jeuk. En door het veel krabben en bijten krijgen ze kale plekken. En verder kan een vlooi ook nog een lintworm met zich meebrengen. En dat kan wel weer heel nare infecties voor je hond veroorzaken. En kun je zelf eigenlijk ook de vlooi krijgen van je huisdier? Ja, dat kan. Ze kunnen wel mensen bijten en dan krijgen we ook jeuk. Maar ze vinden toch je huisdier wat fijner, dus dan gaan ze wel terug naar je hond of kat. Maar verder, als je goed behandelt tegen vlooien, ben je ook beschermd tegen teken. En teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken bij mensen. Wat voor behandelingen zijn er nou allemaal tegen vlooien? Er zijn heel veel behandelingen mogelijk. De makkelijkste is om het petje leeg te drukken in de nek van je hond. En hoe werkt dat dan precies? Door de haren goed te scheiden kun je dat petje leeg drukken op de huid. Daardoor vormt het een beschermend laag over de huid van je hond, waardoor vlooien niet kunnen prikken. En moet je dit vaker toepassen of is eenmalig genoeg? Dat moet je eigenlijk helaas vaker doen. Want op het moment dat je stopt, kan de infectie al optreden en dan is het veel moeilijker om vanaf te komen. Is dit ook voor alle huisdieren trouwens, of is het alleen maar voor bepaalde huisdieren? Eigenlijk vooral voor honden en katten. En door een service zoals Petpal kun je maandelijks per post je pipetjes thuis krijgen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wil je het ook even demonstreren? Tuurlijk. Oké. Zo, thuis gaat het een stuk makkelijker. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is tijd voor zijn maandelijkse pipetje. Je hebt dus voor elke gewicht een verschillend pipetje. Steeds is voor Willem. Maar zit. Gaan we jou even goed verzorgen, hè? Het makkelijkste is gewoon de haren hier achter op de rug. Waarom doe je dat in zijn nek? Want anders, als je ergens anders op het lichaam, kunnen ze het weglikken. En dat het is niet goed voor de dier om het in de mond te krijgen. En verder zijn ze ook nu beschermd tegen teken. Oh, handig. Nou Willem, alsjeblieft. Je hebt het goed gedaan en je hebt geen vlooien en teken meer.